levensgevaarlijk dit. Stations, dit is even een kleine update, het is hier helemaal vol. We wachten tot ze de hele binnenplaats hebben vrijgemaakt en daarna gaan wij handelen. Over. We zijn op dit moment goederen aan het uitladen. We zitten in Del Mar, dat is een vrij grote wijk in Port-au-Prince. We zijn hier gisteren geweest om te inventariseren of er uiteraard hulp nodig was en dat was er. Dus we hebben een inschatting gemaakt en we hebben eigenlijk alle goederen die we nog hadden op onze kamp bij het vliegveld hebben we meegenomen om hier te distribueren. En we zijn nu de spullen aan het uitladen om het te sorteren en om iedereen zoveel mogelijk in wat te geven. Het gaat moeilijk worden omdat de rijen steeds groter worden uiteraard uit de buurt vandaan. Ja, als het op is, is het op. En kunnen we eventueel op een later tijdstip met andere hulpmiddelen hier weer terug gaan komen. Nou, wat je nu ziet. Een hele menigte achter ons. We hebben aangegeven dat alleen vrouwen en kinderen willen voorzien van voedsel. Dit wordt niet in dank afgenomen. Kinderen worden naar voren geduwd. Ontstaat een gevaarlijke situatie. Mensen raken bekneld. We hebben een aantal vertalers meegenomen. Die proberen ook naar de bevolking zelf toe te vertalen dat we hier alleen de vrouwen en de kinderen willen hebben. Maar er wordt geen gehoor aangegeven. Er staan toch te veel grote mannen ook tussen. En je hebt hier ook nog een aantal bendes die in de buurt zitten. Zodoende hebben we hier nu een kleine opslag gemaakt voor de lokale mensen. Zodat zij zo meteen nog wat voedsel kunnen uitdelen. En voor ons is het nu een kleine voorraad meenemen. Een groot voorraad hebben we al verspreid onder de mensen. Maar je ziet, er komen steeds meer mensen bij. Dus het creëert een gevaarlijke situatie. Zodoende hebben we besloten om met de voorraad die we nog over hebben. Om weer terug te keren naar de basis. En vanuit daar zullen we de rest van de goederen nog naar een ander goed doel brengen.